En ja, hele goedemorgen en welkom bij deze donderdag. Ik ga zo denk ik even bellen naar het huis of de woning die gereserveerd is voor ons. Het is een appartement trouwens, geen woning. Of misschien ook een ik weet niet hoe je het noemt. Anyway, ontbijt. Veetje is lekker aan het spelen. Dus ik ga even bellen. En vandaag hebben we weer een bezichtiging. Just for sure, I guess. Maar dat. Pinky. En ik kijk Monica Geuze vlog op de achtergrond. Mevrouw zit in de wippertje. Being cute. Ja. Yeah. En mama gaat evolution. En dan hebben Jeff en ik zo met Veetje een bezichtiging. En dan als Jeff er is, kan ik ook even... Of douchen of even aankleden. Ik moet de was ook nog opvouwen. Kijken wanneer ik daar aan toe kom. Tot nu toe heeft mevrouw geen zin om te slapen. Dus mama komt niet heel veel aan dingen toe. Ik had er net even op de speelkleed gelegd. En heb ik een deel van de afwas gedaan. Ja. But life is busy with this cutie. But I love it. But I love it, baby. Voedsel. Dit is toch het allerbeste uitzicht dat je in je leven kan hebben. Echt niet normaal. Het zit de hele tijd schattig naar me te lachen. Ja. Ben je zo lekker aan het spelen met al je speeltjes? Nu ga je niet meer lachen. Hè? Die camera is een beetje eng. Beetje raar, hè, die camera. Ja. Dan zou ik ook maar wegkijken, hè? Ja. Je hebt gelijk hoor, je hebt gelijk. Ja, zeg dat. Hey, hallo en welkom bij Dikke Papzakken Planet. Dikke Papzakken Planet. Met jou in de hoofdrol. Ik ga helemaal stuk. Ik sta je mond maar houden, dikke. We gaan dit eten voordat we naar de winkel gaan. Verstandig zodat we niet meer vette snacks halen. Of niet verstandig omdat het een vette snack is. God mag het weten. Nou, ik heb echt spijt van de chippies. We wilden vanavond eigenlijk Taco Bell eten. Maar aangezien we wel chips op hadden en daar zo misselijk van waren, doen we maar geen taco's, want dat is ook een soort chips. Als je het verkruimelt over je bol. En ik heb net deze in slaap gedanst. Zo schattig. Oh my god. En we zijn weer bezig geweest met documenten aanleveren voor het appartement. We moeten nog werkgeversverklaring, moet je huurdersverklaring. En nog BRP, basisregistratie personen of zo. Die wordt dan naar ons toegestuurd. En als we die hebben aangeleverd, dan weet ze als het goed is meer over of het een wordt of niet. Ik ben heel benieuwd. Ik heb toch wel elke keer nu, ook als ik naar buiten kijk en zo, dat ik denk van, oh, misschien is het wel de laatste keer dat we, zeg maar, misschien is het gewoon... Misschien zijn we hier binnenkort gewoon weg. Ik weet niet. Ik vind het wel dubbel. Ergens hebben we hier ook wel echt een mooie tijd gehad. En is Veetje hier natuurlijk geboren. Aan de andere kant vind ik het eigenlijk heel fijn om dan een grotere ruimte te hebben. En zijn we hier ook gewoon klaar. Dus het is eigenlijk gewoon... Je kan hier ook geen auto kwijt. Dus het is eigenlijk allemaal beter als we verhuizen. Ik krijg trouwens allemaal appjes van Jeff. Ik weet niet of dit relatable is. Ik zag laatst ook een keer van Elise Boer zo'n story... Maar als je man in zijn eentje naar de winkel gaat om boodschappen te doen, dan krijg je zoveel appjes en belletjes die je soms beter mee kan gaan, volgens mij. Peter Shelley, wil je dan krul of wil je plat? Wat voor groente ben je voor dit, wat voor dingen? Ja, ergens wel goed dat hij het vraagt natuurlijk, maar ik weet niet. Als ik het doorstuur als boodschappenlijstje, dan voor mij is het misschien best wel snel duidelijk of zo. Ik weet niet. Maar ik vind het wel grappig dat ik dan altijd appjes krijg van Jeff van, oh, wil je nog dit, wil je nog dat? Ja, ik weet niet, misschien is het relatable, misschien niet. Maar in ieder geval, ik ben echt misselijk van die chips. Het was echt geen goed idee. Ergens wel goed, want ik heb ook echt voorlopig geen zin meer om chips te eten. Ik heb het niet eens gefilmd, maar ik heb volgens mij te veel rijstvellen gegeten. En ik ben siestakje aan het kijken. En ik zit, ook al heb ik te veel rijstvellen gegeten, oprecht te twijfelen... Om deze zo in mijn mond te steken.
Vraag me niet waarom, maar als ik rijstvel heb gegeten, heb ik daarnaast zin in chocola. Ik heb een beetje hoofdpijn. Kun je hoofdpijn krijgen van te veel sojasaus en azijn? Ik weet het niet, maar het is geen aanrader. Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag. Vrijdag. wat er vandaag is gebeurd. Ik heb ontbeten, ik heb de vloerstof gezogen. It was necessary. En ik heb een klein lief frummeltje in slaap gedanst. Ik weet niet of het te zien is. Maar misschien dat jullie het zo zien. Ja. Maar dit frummeltje heb ik in slaap gedanst met onder andere de top 40. En ik ga denk ik even verder liedjes luisteren en misschien verder editen. Kijken of het lukt met haar op mijn schouder. Als ik haar wegleg, dan is ze daar niet altijd blij mee. Dus wordt vervolgd. En, maar mijn schouder doet wel pijn, dus ik ga even zitten. Nee, niet helemaal gelukt. So far. De ogen zijn nog dicht. Ja. Arm baby girafje. Ik heb een couscous salade gemaakt. En nu ben ik aan het chillen. Met mijn liefdesveetje. Ja. Oh, doodie. Hola, ik heb volgens mij mijn avondeten niet eens gefilmd. Maar Jeff had een stroopbrood meegenomen van de winkel. Die at ik met sojananda en soep, champignonsoep. En Jeff at dat ook. De Good Rolls trouwens binnen, dat is ons toiletpapier. Gerecycled wc-papier. En verpakkingsvrij. Of in ieder geval geen plastic verpakking. Jeff is helaas ziek. Dus die ligt op bed. En ik let op Veetje. Jeff heeft geen corona in ieder geval. Hij heeft een zelftest gedaan. Dan moet er morgen weer één doen van zijn werk. Dus tot nu toe heeft hij geen corona. Je kan natuurlijk ook gewoon verkouden zijn zonder dat je corona hebt. Dat lijkt soms niet meer te kunnen, maar het kan wel. dus dat. Ja, en ik krijg ondertussen een soort anxiety. Dat ik twijfel of we de woning eigenlijk wel kunnen hebben. Want ja, ik weet niet, ik was er eerst heel positief over en nu... Misschien omdat het zo dichtbij komt en we nog maar 2 documenten hoeven aan te leveren, vind ik het gewoon best wel spannend. En ben ik toch bang dat ze dan nee zeggen, omdat ik een uitkering heb. Ik weet niet, ik ben er gewoon een beetje bang voor. Misschien is het bullshit, misschien is het onzin. Maar ik weet niet, het kruipt me toch een beetje het gevoel dat ik er in één keer bang voor ben. Dus ik kan eigenlijk niet wachten tot we die documenten van de gemeente in de post hebben. Want dan kunnen we alles doorsturen en dan hoeven we alleen maar te wachten op ja, nee, ja of nee. En dan is het gewoon ofwel of niet. En dat zou wel een verlossend antwoord kunnen zijn. Ik kan niet wachten. Ik hoop natuurlijk dat het een ja is. Maar ik vind het toch wel heel erg spannend als het zo dichtbij komt. Ik was eerst, ik weet niet, eerst dacht ik echt meteen van, oh, we hebben het. Maar ja, je moet natuurlijk die toetsingdocumenten nog doen en dan kunnen ze daar nog ja of nee op zeggen. Dus het is eigenlijk helemaal niet dat we het al hebben. Zo voel dat voor mijn gevoel eerst. Maar zo zeker is het eigenlijk nog helemaal niet. Dus ik weet niet, hoe dichterbij het komt, hoe meer ik er toch een beetje anxiety over krijg. Omdat het best wel fijn zou zijn als we zouden verhuizen. Ik denk dat ik het niet hoef uit te leggen, maar de woning is niet super groot. En het lijkt me gewoon ook lekker als Veder eigen kamertje heeft. En dat ik eindelijk een babykamer kan inrichten. En dat we een vaatwasser hebben. En... onze eigen wasmachine en droger. En ja, het lijkt me echt heel chill. Maar ja, nog even wachten. Ik wou dat we die documenten van de gemeente al binnen hadden. Dan, ja, dan konden we het al in ieder geval doorsturen. Maar ja, het wordt waarschijnlijk al na het weekend. Ik weet niet of ze dat zaterdag ook nog opsturen. Of dat het al onderweg is. Geen idee. Maar goed. Duim maar mee. Waarschijnlijk tegen de tijd dat deze online is. Dan hopelijk hebben we het verlossende antwoord al. Maar. Au!
En als we dan nog niet het verlossende antwoord hebben, dan word ik echt helemaal gek. Maar goed. In ieder geval. V-duties for life. Ja! Yeah! Lekker ding. Goedemorgen, wat je gemist hebt. Ik heb ontbeten en gedoucht. Mijn haar gewassen en gedoucht met vee. En een witte broek aangedaan. Ik ga nog een ander shirt aandoen, maar ik doe meestal last minute een shirt aan voordat vee mijn schouder onderkwelt. Want dan heb ik meestal het idee dat ik alweer een ander shirt aan kan doen. Dus dat. Veetje is lekker rustig. Meestal na het douchen. Dan is je best moe. Dus ik ga even mijn haar borstelen en even mijn make-up doen. En dan ga ik zo naar de babydate. We worden opgehaald door Lorena. Mocht je dit ooit zien, Lorena, thanks. Dus ik moet de Maxi Cosi ook even klaarmaken. We gaan vandaag naar Linschoten. We zouden eigenlijk in een park gaan. Maar, het is geen lekker weer vandaag. Al is het nu wel lekker weer. Maar it's supposed to be raining today. Dus ja, dat. Ik heb haar ook ingesmeerd met massageolie. Lekker verweend. Hola, ik ben helemaal blij dat ik weer mijn mom jeans pas. All stars eronder. Dit shirtje. Vee is eigenlijk heel moe. Dus ik hoop dat ze niet slaapt als alle baby's er zijn. Dat zou kunnen. Ja, jij hebt een prachtig pakje aan, vind ik zelf. Met je regenboogdingetjes. En je hebt al een schoentje uitgetrapt. Maar je bent prachtig, zoals altijd. Een Maxi Cosi mee. Ik ga je waarschijnlijk nog even optillen. Ik denk niet dat je de hele tijd in de Maxi Cosi wil blijven. En ik wilde nog een petje op. Oh, Lorena belt. Tot zo. Hola. Nou, we zijn op de babydate. En ik ga de baby's natuurlijk niet filmen. De ouders ook niet. Maar we hebben de Pokeball Vega gedaan. Het ziet er super goed uit. We zijn in het wapen van Linschoten. Veetje is weer lekker wakker. En net in de auto was echt een drama. Ze was aan het huilen en ik kon er niet bij om haar gerust te stellen. En toen moest ik zelf ook huilen. Dus het was even een drama moment. Maar nu gaat het weer helemaal lekker. En ze is weer helemaal blij. Dus gelukkig maar. En mama ook, want dit ziet er goed aan. Ben je lekker aan het kijken, schat? Ik zit echt te kijken naar alle babytjes. Oké, ik heb net gelegen met Vee. Ik had echt hoofdpijn van die hele avond wat ik vandaag had. Veetje slaapt hier lekker. En Jeff heeft Rottie voor me gehaald. Ja. Oh my god. Ja. En een Rottie-rol. Dit is pas leven. Hola, ik was er gisteren nog niet helemaal aan toegekomen. Omdat ik toch wel hoofdpijn had en me nog een beetje... Ja, ik weet niet, toch licht trauma of zo. Ik ging daarna mijn bed in met Vee en ik was er echt klaar mee. Dus ik had inderdaad Jeff nog Rottie laten halen. Maar ja, ik weet niet, ik was vandaag, of gisteren eigenlijk, dat is de volgende dag. Ik was best wel van streek, denk ik, omdat zij zat in de autostoel voor mij, zeg maar. En ik zat achterin met de gordel om. En ik kon er niet bij. En ze werd steeds meer overstuur. En ze werd op een gegeven moment zo overstuur dat ze bijna moest overgeven. En ik weet in mijn hoofd wel dat het allemaal wel meevalt. Want wat is er nou zo erg? Het is een kort autoritje waarbij ik even niet haar gerust kan stellen. Dus het valt eigenlijk natuurlijk wel mee. Maar op dat moment, het was de eerste keer dat ze zo overstuur was. En dat ik gewoon niks kon doen. En ik probeerde met man en macht aan mijn gordel te trekken dat ik er nog enigszins bij kon. Maar ik kon er niet bij. Normaal gesproken, als ze overstuur is, dan geef ik er meteen of een pinky. Of ik hou er vast en dan stopt ze meteen met huilen. En dan is ze meteen relaxed als ik maar bij haar ben. En nu kon ik gewoon niet bij haar zijn. En ze werd steeds meer overstuur. En ik vond het zo erg om te zien. Dat ik zelf dus ook gewoon moest huilen. En ja, ik vond het echt kut. Ik weet niet. Zeg maar niet zozeer dat ik moest huilen. Want ik heb zoiets van, ja, die emoties die mogen er gewoon zijn. En ik schaamde me eigenlijk ook totaal niet. Want ik had zoiets van, ja, volgens mij is dit gewoon normaal voor een kerstverse moeder. Maar ik vond het zelf gewoon heel erg vervelend om haar zo overstuur te zien. En dat ze zich zo verdrietig maakte. Ja, ik weet niet. Het heb ik denk ik wel onderschat. Hoe heftig dat is ineens als moeder. Als je kind helemaal overstuur is en er is niks wat je kan doen. Tegelijkertijd wel een realisatiemomentje. Want ze is nu een baby. Maar dit soort momenten gaan er natuurlijk nog heel vaak komen. Dat zij overstuur is of dat ze verdrietig is. En dat ik er ook niks aan kan doen.
ja, dat hoort denk ik ook gewoon bij je ouder zijn. Dat je af en toe je kind ziet lijden of verdrietig ziet zijn. Of dat hij vol op zijn bek gaat en dat hij zijn knieën open liggen of haar knieën open liggen. Ja, dat gaat erbij horen op een gegeven moment. Ja, kijk ook wel op tegen die vaccinatieprik. Niet coronaprik. Er zijn ook nog andere vaccinaties. Maar zeg maar die je altijd als kind krijgt. Daar kijk ik dan ook wel tegenop. Want ik was zelf toen gevaccineerd met de 22 weken prik. Want toen was het echt één klein prikje in mijn arm. Dus dat was het. Het was helemaal niet pijnlijk. Maar de twee dagen daarna was mijn arm bont en blauw. En als je even een kusje opgaf, dan verging ik al van de pijn. Ik denk, ja, dan heeft zij straks dat bij haar been. Dat vind ik super zielig. Dus ik merk ook dat ik daar ook tegenop zie. Dus ja, dus wat het laatst wel uitgesteld. Ook omdat Jess koorts had, dus daar maakten we even gebruik van dat ze coronaklachten had. Dat was ook zo technisch gezien. Maar we hadden ook een sneltest gedaan met Jess en ze had geen corona. Dus technisch gezien konden we die afspraak door laten gaan. Maar ja, ik weet niet. Ik merk wel dat ik dat heel erg lastig vind. Als zij pijn heeft of verdriet heeft en ik kan haar niet direct troosten. En dat hoort er gewoon bij wel, maar ik weet niet, dat wilde ik ook even delen. Ik denk dat de vlog, zeker met dit gepraat, langer geworden is dan normaal. Dus bij deze sluit ik hem dan alvast af. Dus bedankt voor het kijken. En mocht die toch somehow niet te lang zijn, dan kijk lekker verder. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken naar gisteren eigenlijk. En tot de volgende keer. Joe!